Hoe gaat het nu tot nu toe met de Heidenweek? Ja, super. We hebben een aantal fantastische evenementen achter de rug. Uiteraard de opening afgelopen vrijdag. Gisteren een vol plein bij Feel the Beat. Ik kom zojuist uit de ecumenische viering in het Openluchttheater. Daar zaten ook ruim 1000 mensen. Fantastisch. Hoe bevalt de Heidenweek tot nu toe voor de eerste keer? Nou ja, uitstekend. Vrijdagavond natuurlijk begonnen op het Kuiperplein met artiesten Miss Montreal, The Dirty Daddies. Ik vond het een prachtig feest, heel veel bezoekers. De optocht was voor mij echt de eerste keer. Ja, ik wist niet wat ik zag. Als er toch bijna 30.000 mensen drie rijen dik langs de weg staan en iedereen die zijn best doet. En wat ik het allermooiste vind is een organisatie die dat van de grond tilt, sponsors zoekt. Iedereen doet zijn bijdrage ook. Of dat nou de vrijwilligers zijn die overal bezig zijn. Of mensen in geld, de catering die dat allemaal mogelijk maken. Ja, het is iets van de Edenaren zelf. Wij vragen geen tonnen subsidie aan het Rijk of wat dan ook. Er komt helemaal niks. Het wordt door de mensen zelf georganiseerd. En dat is het mooiste wat je kan hebben volgens mij. Heideoptocht, ja, ik zal er ook eens één vergeten. Ja, die was mooier dan ooit. We hebben prachtige reacties gehad. Hele mooie wagens. Ik heb al gezegd, als dit zich de komende jaren doorzet, dan kunnen we zo met de hele stoet naar Den Bosch.